Hey lieve. Hey Marieke. We zijn hier in het trappenhuis van jouw woongroep in Den Bosch. Ja, klopt. En jij wilde jouw zolder laten zien. Ja, kom maar mee. Wow. Vet. Pas op je hoofd. Ja. Heel veel bruine balken en vooral heel veel... spullen. Troep. Ja, oh my God. Je zou het troep kunnen noemen. Ramen, deuren, dozen, isolatiemateriaal. Dakpannen. Oh ja. Nou, hier allemaal campingspullen, sportspullen, coolbox. Het is ook weer niet zo anders dan de meeste andere zolders, behalve dan dat het heel groot is. Ja, en het is van heel veel verschillende mensen. Ja. Want we wonen hier in een gebouw met ongeveer 40 mensen samen. En we hebben dus ook een gezamenlijke zolder. In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van Gispen, een broek van Fong Leng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in. En reizen de kunstwerken achterna die in en uitgaan. Aflevering 3. Wij zijn Lieven en Marieke van Horens en we maken deze podcast in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Gevonden voorwerp. Deze aflevering die begint dus op de zolder van mijn huis. En misschien herken je dat wel, dat je spullen op zolder legt en dat je ze dan vergeet. En dat je het dan pas weer jaren later tegenkomt. Zo lagen er ook spullen opgeborgen op de zolder van de Ridderzaal. Dat is die grote zaal waar de koning altijd de troonrede houdt op Prinsjesdag. Op die zolder lag een lamp die Jan IJzenluffel in 1938 heeft ontworpen. En die lamp, die waren we dus een tijdje kwijt. Ja, precies. Hij lag op zolder van de Ridderzaal. Nog van de vorige verbouwing. Dus dat was in de jaren 80, hadden ze hem daar neergelegd. En nu gingen ze dus weer verbouwen voor de huidige verbouwing van de Tweede Kamer. En toen vonden ze dus die lamp. Wat raar is, want het is zo groot, je kan er bijna niet omheen. Deze lamp die zit in de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... En conservator Sylvia van Schaik vertelt hoe het is om zoiets terug te vinden. Het is absoluut waar dat er een schat lag daar, ja. Verborgen op die stoffige zolder. Het was natuurlijk ook niet zomaar een zolderkamertje. Nee, het is een enorme zaal. Ja, die zolderkamer is echt een behoorlijk. En er stonden ook tronen uit de Ridderzaal. En rekjes, houten rekjes die normaal dan om zo'n troon heen staan. En ze hebben heel veel dingen ook dubbel of in reserve. Dus dat staat allemaal kriskras door elkaar. Het is een soort schatkamer, zo'n zolder dan ineens. Beetje stoffig. En lieve, jij hebt deze lamp al gezien. Kan je hem eens omschrijven? Ja, hoe moet je het voorstellen? Een beetje zo'n lamp die je in de kroeg boven een biljart kan zien hangen. Het is heel groot en van koper. En hij hangt aan 4 ijzeren kettingen uit het plafond naar beneden. Het is echt een enorme lamp. Hoe kan zoiets verdwijnen? Er zijn heel veel meubelen rondom het binnenhof. En ook zo'n pand als de Hoge Raad, die daar natuurlijk vlakbij gelegen was. Zijn inderdaad daar op de zolder gewoon opgeborgen. En als wij dat dan niet weten, dan is die gewoon op dat moment wel ingeschreven. Maar op dat moment vermist. En hij is daar echt... tientallen jaren is hij daar gewoon geweest, samen nog met gispenlampen. En hoe was dat om zo'n bijzondere lamp weer terug te vinden? Alles wat je terugvindt is natuurlijk fantastisch. Dus het is wel ook even schrikken, zeg maar, waar je dan terechtkomt en dat je denkt van jeetje, heeft het al die jaren daar in die omstandigheden gestaan? Nee, het was echt smerig. Echt een enorme stoflaag erop en... duiven die er hebben gezeten. En dan is het ook wel weer heel bijzonder dat je toch weer... dat het nog in zo'n goede conditie eruit komt van zolder. En dat je hem dan toch weer helemaal picobello in orde kan maken. Want zeker met gebruiksvoorwerpen kun je eigenlijk altijd wel alles weer restaureren. Jan IJzenluffel ontwierp deze lamp speciaal voor de Hoge Raad. En er is nog zo'n lamp, althans ze zijn bijna identiek...
En die lamp die hangt in Amsterdam, namelijk in Museum het Schip. Ja, die andere lamp die ken ik al. Want in 2017 was ik stembureaulid in Museum het Schip. Dat is dus een museum wat draait om de Amsterdamse school in Amsterdam-West. En toen heb ik dus een hele avond stemmen lopen tellen onder die lamp. De tweelinglamp. Ja, dat is hem. Ja. Dus het is heel mooi dat ze ook herenigd worden. Hè? Twee lampen die ook echt bij elkaar horen. Of in ieder geval in hetzelfde pand hebben gehangen. En nu ook in het Museum het Schip samen een plekje krijgen. Dus dat vind ik wel heel fijn dat het op die manier gaat. Ja. Maar voordat deze lamp naar Museum het Schip gaat, wordt die eerst opgehaald in Den Haag. En gaat die naar het depot in Amersfoort. Voor restauratie en een flinke schoonmaakbeurt. Ja, en ik mocht dus mee met het transport. Onderweg. Ja, je denkt misschien verhuizen, saai. Maar omdat het zo'n waardevol en ook een beetje stoffig object is, gaat het er net iets anders aan toe dan toen ik laatst mijn spullen in een verhuisbusje gooide. Het gaat sowieso in een geacclimatiseerde, maar ook geanonimiseerde vrachtwagen. De meneer van de podcast staat al naast me. Hij staat hier, staat hij. En de chauffeurs die je hoort, dat zijn Rob en Henk. Ja, dat klopt. Let's go. Dan gaan we rollen. En die reden dus van een tijdelijke opslagplek in Den Haag naar het depot in Amersfoort. En ik reed achter ze aan. Goedemiddag. Hoi, ik heb een afspraak met Hans Walewijn. Ja, ik ga u binnen laten. Klein nog een blikje. Oké, dank u. Hans Walewijn is verantwoordelijk voor transport bij de RCE. En hij laat me zien waar de spullen het depot binnenkomen. De vrachtwagen is bijna binnen. Hier zijn de loading docks. Lijkt eigenlijk op een vliegdek, een ja. Vlieghangar. Ja, precies. Daar zijn de quarantaineruimtes. Als we dit soort spullen binnenkrijgen, ja, van stoffige zolders, kan er wel eens een schimmeltje of een houtwormpje in zitten. En dan worden ze hier in een laag zuurstofruimte gezet. Ik las vanochtend nog dat het zelfs dodelijk is als je daar nu naar binnen gaat. Dus voor mensen? Voor mensen. Oké, dus dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. We zijn het nog niet zat, dan missen we weer de lamp. Nou, kijk of de pas werkt. De pas werkt. En het luik gaat open. Kijk, wie zien we daar? Hey, goeiedag. Goeiedag, welkom. Hey, Jans. Hallo. Ja, wat zien we? We zien vooral veel inderdaad letterlijk verhuisdozen. Letterlijk verhuisdozen, dat staat er ook op. Verhuisbox. U hoort het, de aardhandlers al spreken. Aardhandlers? Aardhandlers, ja zeker. Dat zijn geen verhuizers. Dit zijn aardhandlers. Die lopen vaak met Van Goghs en Rembrandts. En vandaag lopen ze met beschimmelde doos. Het is maandag. Ja, en zo rolt hij letterlijk het depot van de Rijksdienst dus in. En daar zag ik de lamp dus voor het eerst. Maar toen lag die wel in stukken. Oei, in het restauratieatelier. Restauratieatelier. En daar sprak ik Julia Leungen, metaalrestaurator. En ik vroeg haar hoe zij de lamp voor het eerst aantrof. De restauratie. Nou ja, hij lag toen op een soort kussentje hier op een pallet, stoffig. Stoffig en vies. Ik heb het nu gestofzuigd eerst. Dat je bijvoorbeeld ook loszittende zandkorreltjes, die kunnen weer een kras maken op je oppervlak. Dus die stofzuig ik eraf. En hier heb ik eigenlijk al een deel verwijderd van dat doffe laagje. Je ziet hier allemaal kleine ingeponste streepjes. Die zie je opeens veel beter. Ja, dat is leuk van als je iets schoonmaakt, dan zie je opeens. Het kan al heel veel schelen als je alleen maar met water en zeep zelfs soms dingen schoonmaakt. Ja, het is een beetje uitzoeken wat het vuil verwijdert, maar niet het object beschadigt. Dat is precies wat je wil. Dus je hebt hele fijne staalwol, zoals hier. En dat lijkt op bijna watten, maar dat is dus toch te veel te hard voor koper. En hoe is het om zo'n waardevol object in je handen te hebben? Ja, daar denk ik niet echt over na hoor, hoeveel iets waard is. Meestal, dat probeer ik niet.
je moet het gewoon meteen weer vergeten en gewoon doen wat je moet doen. De restaurator denkt eigenlijk vooral aan het behoud van het object en hoe dat optimaal kan gebeuren. Dus als je dit bijvoorbeeld helemaal weer schoon gaat maken, dat kan je wel doen. Maar als je dat over 20 jaar nog een keer doet en nog een keer, dan blijft er steeds minder van het object over, omdat je steeds een klein bovenlaagje weghaalt. En je hebt de lamp helemaal uit elkaar gehaald en ik zie hier allemaal tekeningen en cijfers en alle onderdelen heel systematisch uitgestald. Ja, ik heb een heel diagram getekend. Soms iets te veel informatie waarschijnlijk opgeschreven. Maar ja, je moet gewoon met zo'n lamp zoals dit, je moet het gewoon organiseren. Anders dan gaat het mis en dan raak je dingen kwijt. En, soms ben je ook door schade en schande wijs. Dan denk je, oh, ik heb alles goed gedaan en dan vergeet je toch nog iets sufs. We hebben ook wel eens dat we iets uit elkaar halen en dan aan de schades moeten terugzoeken waar het nou heeft gezeten. Hier zat een bitje, dus dit hoort hier. En dat wil je gewoon niet. Zeker niet als het van iemand anders is. Omdat er wel eens een schroefje ontbreekt, kan er voor Julia en haar collega's op elke zolder en in elke garage een schat liggen. Als er iets op maar een lading schroeven, oude schroeven op marktplaats komt, dan kopen we dat. En dan kan altijd van pas komen, zeg maar. Dat is heel veel historische, ook lampen behandelen. Ja, er zit eigenlijk heel vaak geen metrische schroefdraad, wordt daar gebruikt. En ja, het kan heel vaak zo zijn dat je net iets mist of dat er iets kapot gaat tijdens de demontage, kan ook gebeuren. Aan de ene kant moet je wel heel veel dan bewaren, maar aan de andere kant komt het wel altijd weer een keer van pas. Op zo'n stoffige zolder verliest de lamp misschien zijn glans, maar het blijft een heel waardevol object. Ja, want het wordt immers straks een museumstuk. Ja, en nu is het eigenlijk de vraag welke gebruiksporen bij de lamp zijn gaan horen. Ja, want het Museum Het Schip heeft dus ook allemaal ideeën over hoe dat werk tentoongesteld moet worden. Het gaat eigenlijk van gebruiksobject in de Hoge Raad naar kunstwerk in een museum. Dit is Alice Roegold, de oprichter van Museum Het Schip. Het wordt allemaal een beetje stoffig en doffig. En soms is er ook bijvoorbeeld verfspatten opgekomen van de schilder die eens een keer een plafonnetje heeft gedaan. En nou ja, zo'n lamp maakt een hoop mee. Maar Je kan kopen, oppoetsen tot je naar ons weegt en dan gaat het helemaal glimmen. Maar je kan ook denken van, nou, die lamp is oud. En die mag ook wel een beetje oud aanvoelen, visueel. We staan tenslotte niet in een lampenzaak om een nieuwe lamp te kopen. En dat zijn beslissingen die kunnen restauratoren in een team met de RC goed maken. Het is echt een samenspel van alle onderdelen. Want dan heb je dus je lamp mooi in koper gepoetst, maar dan zie je nog wel hier een busje en daar een busje en dan is die verflaag is wel geel. En je moet het een beetje in perspectief houden. Maar ja, en op een gegeven moment moet je ook een beslissing nemen, want anders dan laat je iets maar liggen. Ja, van, oh, we weten het niet. Nou, doen we er maar niks mee en dan ligt het weer 20 jaar de stof op een zolder. Ja, dus dat is ook een afweging die je moet maken. Wil je dat of wat wil je eigenlijk? Hoe en wat te restaureren is dus een constante dialoog tussen de RCE en de bruikleennemer. Kijk, je behandelt hem als kunstwerk. En dat kunstwerk kwam van de kunstenaar en dat wil je zo goed mogelijk overbrengen. En dat hij daarna gebruikt is en het schilder erop gemorst heeft. En, nou, dat zijn allemaal dingen die ook gebeurd zijn. Vind ik voor hier niet zo'n interessant verhaal. Als ik moet kiezen tussen de kunstenaar en het gebruiksverhaal. Dat is anders als je bijvoorbeeld een museumhuis hebt waar bijvoorbeeld de hele boedel nog in zit. En de eigenaar of de laatste bewoner is net overleden. Dan kan je ervoor kiezen om het allemaal zo precies te houden. En dan zeg je, nou ja, als er een vlek op het tafellaken zit, die laat je erin, die ga je conserveren zelfs. Hè? Ja, dat is helemaal mooi. En dan komen bezoekers en zeggen, oh ja, dat was een beetje iemand die zijn tafelkleed niet meer verschonen. Nou, dat is dan een onderdeel van je verhaal. Nou, dat is heel legitiem. Maar hier zou dat niet legitiem zijn, want we zitten niet in de Hoge Raad. We weten ook niet welk merk sigaren er gerookt is, dus dat gaan we ook allemaal niet nadoen. En zo, hier zijn we dan voor de kunstenaar. Dus dat is wat je over wil dragen. Je wil dus zien hoe de kunstenaar met zijn materiaal omging. De lamp die zit weer in elkaar en het koper, het glas en de elektra zijn gerestaureerd. En de lamp is ingepakt. Hij kan weer op transport. Nice, dan pak ik het stokje weer over. Ik mocht bij Museum Het Schip zijn toen de lamp aankwam en opgehangen werd. Dus daar was ik op een maandagochtend in mei. En ondertussen sprak ik ook Alice Roegold, de directeur van het museum, over Jan IJzenluffel en de Amsterdamse school.
Volgens mij zijn dat ze, of niet? Het ziet er heel zwaar beladen uit, die bus. In Bruikleen. Hoe herken je nou dat iets Amsterdamse school is? Dat is best wel ingewikkeld en ook heel simpel. Het is ingewikkeld om uit te leggen, maar als je het één keer ziet, dan ga je ervan genieten en dan zie je het overal. En waarom het ingewikkeld is om uit te leggen, is omdat de stroming ontstond aldoende. Er was geen programma. Bij sommige bewegingen in de architectuur of kunst zegt men, we zijn hier met een club vrienden. En als we ons hier aan houden, dit zijn de regels, dan heet het zo. Maar dat gebeurde niet. Mensen gingen gewoon mooie dingen doen. En ze waren goed bevriend met elkaar. En ze stimuleerden elkaar. Namen dingen over van elkaar. Citeerden elkaar in bouwvormen en grapjes. Dus ook vooral veel grapjes. En in 1915 kwam er een congres van architecten. En daar kwamen ze ook van buiten de stad en zo. En er was grote commotie wat er hier toch in Amsterdam aan het gebeuren was. Dat de een of andere gek die verticaal ging metselen, dakpannen als gevelbekleding gebruikte. Nou, dat kon toch werkelijk niet. En toen stond er iemand op en die zei, nou, dat noemen we dan maar Amsterdamse school. Ja, doe maar dicht hoor. Dicht? Oké. Ja. En als ik het goed begrepen heb, gaat het bij de Amsterdamse school niet alleen over de buitenkant, maar ook over de binnenkant. Ja, die verbinding tussen de buiten- en de binnenkant, die was sterk aanwezig. Omdat men vond dat het huis eigenlijk geborgenheid moest geven. De geborgenheid heeft niet alleen maar te maken met vier muren en een dak, maar ook dat het mooi is vormgegeven. En er kwam een hele nieuwe impuls, omdat die nieuwe stijl kwam. En allerlei kunstenaars die haakten ook aan. En op een gegeven moment was het gewoon zo, nou ja, als je een buffetje hebt staan, dan moet er ook een vaasje op. En nou, wie gaat er dan een vaasje ontwerpen? Dan moet er ook een lamp over de tafel. Wie gaat dat dan weer doen? En zo. En zeker in het wat duurdere segment konden kunstenaars natuurlijk helemaal zich uitleven op vernieuwende producten die er vernieuwend uitzagen. En daar is natuurlijk ook die ijzerluffellamp is daar een exponent van. Ben je benieuwd? Ik denk dat Mike het meest benieuwd is. Hallo, ik ben Mike Katsberg. Ik ben medewerker collectiebeheer en behoud bij Museum Het Schip. En ik zorg voor de collectie. Dus ik ga dit transport goed in de gaten houden. Wat wil je dat ik eigenlijk met die buizen doe? Nou, die moeten we even apart houden zodat dit eruit kan. Bram, mag ik jou ook deze geven? Ik had het nooit verwacht. Nog eentje? Maar de kunstenaars die zagen aan de ene kant dat de industriële revolutie hun het ambacht ontnam. Aan de andere kant was het ook zo dat in principe de fabrieken ook productie konden draaien. En als je dan iets in een productielijn kon zetten, dan kon het ook goedkoper verkocht worden. En dan kon het ook bij die arbeider thuis komen. Dat was echt wel een ideaal. Daar komt nu een lampje binnen. Maar IJzerluffel, waar we hierover zitten, die liep tegen de grenzen aan van zijn idealisme. Hij wilde graag dingen maken, mooie dingen. Een theelichtje, dat moest ook een mooi theelichtje kunnen zijn voor het arbeiderswoninkje. Maar als hij dat in productie liet nemen, wat er dan gebeurde, was dat er andere mensen dat een beetje goedkoper gingen doen. Die gingen dat zelf ontwerpen. En dan kreeg hij er geen geld meer van. Omdat het auteursrecht is pas in 1912 geregeld. Oké, uitpakken denk ik, hè? Aan de ene kant had je dus dat de machine het overnam, waardoor eigenlijk de samenspraak wat een kunstenaar met zijn materiaal doet weg kwam te vallen, omdat de machine het overnam. En aan de andere kant kreeg je er eigenlijk ook geen geld voor. Dus dat was een hele slechte combinatie. Dus hij moest nadenken, wat wil ik nou eigenlijk in het leven? Ik zit even praktisch te denken. Het onderdeel wat als eerste opgehangen wordt, is niet deze. Dus we hebben eigenlijk de verkeerde eerste uitgepakt, of niet? Ja. En in zijn jonge jaren, dat hij eigenlijk ook dat idealisme had en ook werkelijk een heel groot kunstenaar was, heeft hij gedacht, ik moet het anders gaan aanpakken. Ik moet hele rijke opdrachtgevers gaan zoeken waar ik unica's voor kan maken. Want hij voelde een enorme drang om hele mooie individuele dingen te maken.
En daar is hij ook een meester in. Lukt het? Het is wel een gepiel. Je kan zien hoe hij dat, hoe hij het geklopt heeft, hoe hij met klinknageltjes dat vastgemaakt heeft. Hè, die verschillende lagen, wat hij dan van die koperen rand. En daar was ook wel echt kritiek op. Want er waren al mensen die zeiden, met name metaalbewerkers, die zeiden, ja, maar dat kan maar niet. Niet laten loslaten hoor. Nee, ondersteunen, maar... waar ga ik hem pakken? Pakken is hier. Zou iemand mij even assisteren met meten? Ja, ja, ja. Dat we hem hier bij het puntje vasthouden, dat mijn rolmaat daar net niet de lamp raakt. Oké. 1,15. Ja, ja hoor. Ja. Oké. Okay. En dan gaan we hem weer eruit halen. Klinknagels. Dat gebruik je, ja, bij hele grote constructies. He, bijvoorbeeld het Centraal Station, daar gebruik je klink voor die overspanningen. Hele Eiffeltoren, de brug in Porto, dat is allemaal klinknagel. Maar ja, dat zijn enorme stukken ijzer die bij elkaar gehouden moeten worden. Nou, dit had je ook best wel op een andere manier kunnen doen. Maar hij had daar plezier in. Hij had er plezier in om te kijken wat je met allemaal technieken en materialen kan. En dan ging hij dat voor de arbeider, zeg maar, vanuit die standpunt een beetje oneigenlijk gebruiken. Maar er waren natuurlijk ook mensen die dat heel erg leuk vonden. Alice, kan jij nog even beschrijven? Want straks hangt hij, dus dan kan je niet meer de binnenkant zien. Maar wat zien we aan de binnenkant? Aan de binnenkant zien we nu dat de lampen, de armaturen voor de lampen geïnstalleerd worden. Want de lamp moet kunnen branden. En verder zien we het ruim van het schip. Het is echt als een schip gebouwd. Het heeft ook de vorm van een schip uit eind jaren 20. En daarmee sluit het ook heel mooi aan bij het gebouw. En het ruim van het schip, dat zie je natuurlijk alleen maar nu. Ja, als we hem gaan optuigen. Ja. Hij wordt nu zeewaardig. Ja. Ik vind het ook wel, als je zo kijkt, is het een beetje een soort futuristisch bijna. Ja, en heeft dit soort motion effect, snelheid, motion. Modern, ja, dat was de bedoeling van de Amsterdam School. Ja, de suggestie van beweging. Ja. Goed gezegd. Ja, dit hoogte is veel beter, denk ik. Alles veranderde, alles. Ja, er kwamen zoveel nieuwe mogelijkheden en vindingen. En daar had hij zijn plezier in. Dat je een techniek gebruikt die voor hele grote dingen wordt ingezet. Voor iets wat heel futiel en klein is. En wat je eigenlijk met een plakbandje had kunnen doen, ja. Bij wijze van spreken. Het spannende moment, het licht eraan. Ja, er moet zeker niet minder licht in. Ben je blij? Ik vind het geweldig. Echt, het is, ja, echt, het is een soort ontbrekende schakel in die ruimte. Kortom, die moet jij nog even tekenen. Heb je eronder gezeten? Ja, ja, het is heel mooi als de rest van de lampen zijn uit. En 's avonds, als het donker is, dan heb je alleen de licht van dit lamp. En het is een heel mooie ervaring. Het is... Ja, de sfeer, het is de sfeerverlichting als de rest van de lampen zijn oud. Van 100 jaar terug, ben je 100 jaar terug in de tijd. Ja, ja. Je voelt het gewicht van de geschiedenis op je schouders. Een licht valt op je schouders en dat voel je en dat zie je, dat ervaar je. En dat denk je aan, hoop ik. Ja. Nice. Ja. En nu hangen de lampen van IJs en Luffel samen in de lunchroom van Museum Het Schip. En je kan er lekker onder lunchen nu. Ja. Doe je dat ook zelf? Kroketje. Ja, nee, dit is ruimte voor het publiek, maar maandag zitten we hier zelf ook. Zo. Ja. Leuk. Precies. Nou, over tot de orde van de dag.
En zo werd onze vondeling een pronkstuk in het museum. Super nice. Dit is ook het eerste stuk uit Wie Wat Bewaart, wat je ook gewoon permanent kan bekijken. Ik heb het even opgezocht. Museum Het Schip is open van 11 tot 5, van dinsdag tot en met zondag. En als je gaat, neem dan vooral de tijd om even onder de lamp te gaan zitten of staan. Er zitten heel veel details in het ontwerp van IJsselenluffel. En als je goed kijkt, zie je de gebruikssporen, maar ook het handwerk dat onder het stof vandaan kwam. Wie Wat Bewaart is een audioproductie van Horens in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Veel dank aan wie hun licht heeft laten schijnen over deze aflevering. Namelijk Daphne Nieuwenhuizen, Julia Leunen, Mike Katsberg, Hai Kranen, Adinda van Wely, Alice Roegold, Sylvia van Schuik, Hans Wadewijn, chauffeurs Rob en Henk en Leen Auto Harold, Jury van der Putten en Fidessa en de Wolven. Deze aflevering werd gemaakt door Marieke van der Ven en Lieven Heremans. De voice-over Joost van Pagé, eindredacteur Corinne Heijerman, mixage, muziek en sounddesign Floris van Bergijk en enthousiaste support van onze collega's Michiel van der Weerthof en Josien Wijkhuis. Wij nemen als Horens even een kleine zomervakantie, waarin we op zoek gaan naar kunstwerken in de openbare ruimte. Daar gaat namelijk de volgende aflevering over. Dus abonneer je vooral als je die aflevering automatisch in je podcast-app wil laten verschijnen. En ondertussen heb ik dan ook nog een kleine extra podcast-tip voor jullie. Namelijk de podcast Windoog. Hun vijfde aflevering ging over zo'n kunstwerk in de openbare ruimte. Namelijk deltawerk/. Daarvan laten we nu de trailer horen. Ieder gebouw vertelt een verhaal. Een architectonisch manifest, een gestrande droom, een uitkomst van een toevallige samenloop van omstandigheden. In gesprek met opdrachtgevers, gebruikers en ontwerpers gaat Windoog op zoek naar de feiten en ficties die besloten liggen in de hedendaagse architectuur. Dat brengt ons in dorpjes in de polder. De gemeente Op Meer is een klein plaatsje in Noord-Holland met 11.500 inwoners, met bijna het dubbele aantal koeien. Waar self-made man Dirk Schieringa de architect Herman Zijnstra vroeg een bakstenen museum te ontwerpen voor zijn collectie magisch realistische kunst. Het moest een daglichtmuseum worden, omdat juist dit soort werken ook gaan sprankelen als er een bepaald echt licht op valt. En waar, in navolging van het magisch realisme, ook de architect speelt met wat werkelijk en wat voorstelling is. De tijd die achter ons ligt in architectuur wordt natuurlijk gedomineerd door te proberen met minimale middelen een maximaal ruimtelijk effect te krijgen. Dat is natuurlijk hier het tegenovergestelde. Maar ook in Amsterdam, naar de bekendste gevangenis van Nederland. Bij mij is gewoon een heel bijzondere plek. Waar we zien hoe je van een baaijes een woonwijk maakt. We hebben een aantal selectiecriteria gesteld. Hè? Dus hoe ga je om met het cultureel erfgoed? Maar ook de wijze waarop het complex als een enclave herkenbaar blijft. Want hoe transformeer je een gevangenis zonder de geschiedenis volledig uit te wissen? Je ziet dus dat je heel duidelijk die ruigheid van die gebouwen van de baaijes blijft ervaren. En we gaan naar het noorden van Limburg, waar we een dorpje aantreffen dat de wens heeft om zijn gebrek aan een kerktoren te repareren. Elk dorp heeft zijn eigen kerktoren. En de gemeente Bergen had geen kerktoren. Een ongewone vraag, vond ook Monadnock, het bureau dat geselecteerd werd om de toren te ontwerpen. Het was belangrijker dat er een landmark kwam, omdat daar een specifieke functie voor bedacht was. Maar ondanks hun pogingen het opvallende torentje lokaal in te bedden, is niet iedereen in het dorp erover te spreken. Ja, wat vindt u van de toren zelf, hoe die eruit ziet? Ik vind het niet ergens op slaan. Het staat als een tang op een varkje, zou ik zeggen. Dit en meer in de eerste afleveringen van Windoog, een podcast over architectuur. Mijn naam is Raymond Diaz en ik maak Windoog samen met Elsbeth Ronner, Stef Bogaert, Saskia Naafs en Bart Tritsmans. Abonneren kan nu via je favoriete podcast-app of luister via de website. Voor meer informatie over Windoog, kijk op windoog.nl.